I was distracted and in traffic. I didn't feel it when the earthquake happened, but it really got me thinking. Were you out drinking? Were you in the living room chilling, watching television? It's been a year now. Think I figured out how to let you go and let communication die out. I know, you know, we know you weren't down for forever and it's fine. I know, you know, we weren't meant for each other and it's fine. But if the world was ending, you'd come over, right? You'd come over and you'd stay the night. Would you love me for the hell of it? All our fears would be irrelevant. If the world was ending, you'd come over, right? The sky'd be falling and I'd hold you tight. And there wouldn't be a reason why we would even have to say goodbye. If the world was ending, you'd come over, right? Right? If the world was ending, you would come over, right? Right? I tried to imagine your reaction. It didn't scare me when the earthquake happened, but it really got me thinking. The night we went drinking, stumbled in the house and didn't make it past the kitchen. Oh, it's been a year now. Think I figured out how to think about you without it ripping my heart out. And I know, you know, we know you weren't down for forever and it's fine. I know, you know, we weren't meant for each other and it's fine. But if the world was ending, you come over, right? You come over and you stay the night. Would you love me for the hell of it? All our fears would be irrelevant. If the world was ending, you come over, right? Sky be falling while I hold you tight. No, there wouldn't be a reason why we would even have to say goodbye. If the world was ending, you come over, right? You come over, right? You come over, you come over, you come over, right? I know, you know, we know you went down for forever and it's fine. I know, you know, we weren't meant for each other and it's fine. But if the world was ending, you'd come over, right? You'd come over and you'd stay the night. Would you love me for the hell of it? All our fears would be irrelevant. If the world was ending, you'd come over, right? The sky be falling while I hold you tight. No, there wouldn't be a reason why we would even have to say goodbye. If the world was ending, you come over, right? You come over, you come over, you come over, right? If the world was ending, you come over, right? Het is onwerkelijk en oneerlijk. Maar vandaag moeten we met veel tegenzin afscheid nemen van Monique Paulussen van Doren. Ze mocht maar 45 jaar worden. En hoewel ze er zelf niets van wilde weten, wist ze ook wel dat deze dag veel te snel een keer ging komen. Zoals echtgenoten en de andere helft van Ruud. En ze was als een fantastische moeder voor Kaylee en Jason. Speciaal welkom aan jullie uiteraard. En zeker ook aan Will en Toos. Het is oneerlijk om afscheid te moeten nemen van je dochter. Het zou niet moeten bestaan. Verder welkom aan Roland en Jacqueline en Ties. En aan alle overige familieleden die hier aanwezig zijn in deze kleine setting. Natuurlijk zouden er eigenlijk veel meer mensen vandaag aanwezig geweest zouden zijn, maar als de omstandigheden het toegelaten hadden. Jullie hadden iedereen uit willen nodigen die zich betrokken voelt bij Monique. En zeker ook bij jullie. Via internet kijken er vandaag
toch veel familieleden, vrienden en bekenden vanuit thuis mee. Eén daarvan wil ik toch even persoonlijk benoemen en dat is de moeder van Ruud, Peppy. Zij kan hier vandaag helaas niet bij aanwezig zijn. En als ik me dan toch even tot die mensen mag richten, fijn dat jullie meekijken, een kaarsje laten branden en wellicht vandaag of op een later moment nog toosten op het leven van Monique. Op deze manier hopen we toch een beetje samen afscheid van haar te kunnen nemen. Voor jullie ook veel sterkte gewenst tijdens het afscheid. Ik kan jullie zeggen dat het de familie enorm steunt om te weten dat er vandaag veel mensen meekijken en dat die dat ook aangegeven hebben. We willen vandaag recht doen aan het veel te korte leven van Monique. Ze werd geboren hier in Gelderop in Braakhuizen op 22 mei 1974. Net geen 46 jaar geleden. Zojuist zagen jullie al wat beelden voorbij komen. En ik kan jullie alvast zeggen dat er nog vele foto's zullen gaan volgen. Vele mooie foto's ook. Van een prachtige vrouw. Vaak met een grote lach op haar gezicht of met een gekke bek. Tot het laatst toe. Ze hield van gezelligheid en lol maken en klieren met Kaylee en Jason. Maar ook van lekker een avondje op de bank hangen met Ruud. Ze genoot van de jaarlijkse hemelvaartweekenden met haar familie in Zeeland en later ook in de rest van het land. Monique was een optimist, een doorzetter. Zelfs tijdens haar ziekte klaagde ze nooit. Tot het laatst toe heeft ze gevochten, maar haar lichaam was op. Ze overleed vorige week zaterdag thuis in haar eigen omgeving, met haar dierbaren om haar heen. Het aankomende uur zullen we herinneringen aan Monique delen en dat doen we vooral met heel veel respect voor haar. We geven haar een waardig afscheid in de wetenschap dat ze door jullie nooit vergeten zal worden. Iedereen heeft zo zijn steentje bijgedragen. Zo koos Kaylee het nummer waar we zojuist naar geluisterd hebben. En heeft Jason het liedje gekozen waar we zo dadelijk naar zullen gaan luisteren. Monique was vanaf het eerste moment dol op Kaylee en Jason, de kinderen van Ruud. En hun later ook van Monique. Toen ze elkaar voor het eerst zagen en anderhalf uur moesten rijden terug naar Ossendrecht, hadden ze samen al meteen de grootste lol onderweg. Een tijdje daarna, toen ze elkaar nog steeds nog maar net kenden en Jason klaar was op de wc, toen riep hij: weet jij dan zelf nog, Jason, wat jij riep? Nee? Monique, ik ben klaar. Mocht ik toch wel zeggen, hè? Ja. Mag ik jullie uitnodigen, Kaylee en Jason? Jullie hebben woorden voor Monique. Die ik wil vragen of jullie die met ons willen delen. En dan nodigen we daarna Ties ook uit. En dan gaan we de kaarsjes bij haar laten branden. Mogen jullie naar voren komen als eerste. Lieve mama, elke keer dachten we je kwijt te zijn. Maar helaas zijn we je nu wel echt kwijt. We missen je allemaal heel erg. En je hebt gevochten. En dit kon je lichaam niet meer aan. En dat snappen we allemaal. We hebben gedaan wat we konden. En we hebben beloofd om goed voor je te zorgen. En dat is ook heel goed gedaan. Maar je mocht geen chemo en bestralingen meer. Je hebt het goed gedaan, want je hebt gevochten. Je bleef sterk en positief. En dat gaan wij nu ook allemaal doen. Je bent een groot voorbeeld voor ons. Rust maar zacht daarboven en wees trots op jezelf. We love you.
Monique. Ook wel schatteke, ons Niek, ons kaboutertje, maar bovenal mijn mama. Ze was zo geweldig, een echte vechter, een kanje en zo'n geweldige moeder. Alles was bespreekbaar, alles was mogelijk. Zo fijn vond ik het als we dan weer samen op bed lagen te kletsen over wat voor een mooi huis aan het krijgen was. Of als we samen in de beautycase aan het rommelen waren. Maar je hebt rust nu. Speciaal voor jou maken we voor de laatste keer jouw favoriete gebaar wat we altijd samen deden. Van jouw mooie meisje, we love you. Zullen we samen de kaarsjes aanmaken bij Monique? Ja. Mag ik ook naar voren komen, Pies, als je wil. I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all and nothing really got away, driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here. To get me through it all, I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under in this time, I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, gonna be sleeping without you. I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull. So what you love, and I tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into your arms. I'll be safe in your sound till I come back around. For now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. But now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. To let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda to be it, so what you love. Dankjewel, mooi gedaan. We hadden al gezegd dat ze wel eens gekke bekken kon trekken, maar dat was ook wel te zien op die tweede foto net, hè? We hebben al wat beelden voorbij zien komen uit de jongere jaren. En vooral Wil, Toos en Roland hebben me over die periode veel verteld. Ze was geen poppenmeisje, gaf Toos bijvoorbeeld aan. Ze speelde het liefste in het zand en in de modder. Als ze niet naar buiten kon en er was geen ander speelgoed voorhanden, dan speelde ze liever met Playmobil dan met Barbies. En ze was voor een duvel niet bang, zei Wil.
Toen ze wat ouder was, een jaar of 30, 35, was ze bijvoorbeeld aan het pinnen en ze vertrouwde een man niet die achter haar kon staan. En die was inderdaad uit op haar geld, kwam ze achter. Maar in plaats van geld kreeg hij dus echt een voltreffer van Monique tussen zijn benen, waardoor ze kon vluchten. Met Roland had ze een echte broer-zusrelatie. Ze konden zeker prima samen, maar elkaar ook wel eens de tent uitvechten. Als het even botste, dan kon ze ook alles uit de kast halen om Ronald uit te dagen. Bijvoorbeeld, dan hield ze zijn Lego-wagen, dan liet ze zijn Lego-wagen voor zijn ogen expres op de grond vallen. En dan kon hij weer opnieuw beginnen. Toen Monique klein was, ging ze naar de Margaretha Sinclair school in Braakhuizen. Ze was slim en dat liet ze merken toen ze naar de middelbare school ging. Op de Albertus Magnus Mavo aan de Heggestraat fietste ze heel makkelijk en zonder al te veel studeren door de Mavo heen. Maar naar de HAVO, dat hoefde van haar nu ook al niet. Monique hoefde je voor huiswerk ook niet naar boven te sturen, zei Toos. Ze vond het prima zo. Liever ging Monique dansen. Met de vriendin Ilse ging ze vanaf haar 15e, 16e naar danslessen bij dansschool De Haan. En later won ze zelfs enkele prijzen met haar vaste danspartner Michael. Ze danste en dan vooral op feestjes volgens mij ook wel eens met vader Wil. En dan bewoog ze altijd heel soepel over de dansvloer. Je vergeleek het met een veertje, Wil, van de week. Hè? Monique kon in die tijd zeker heel leuk zijn, maar ook wel echt een puber soms. Toos is bijvoorbeeld op twee keer na, als Monique thuis kwam van school, haar hele leven om 3:30 thuis geweest. Maar die tweede keer dat ze er niet was, snauwde Monique haar wel mee: er is hier ook nooit iemand thuis als ik thuis kom van school. Ze had ook echt wel haar eigen wil en kon haar hakken in het zand zetten als het ergens niet mee eens was. Toen ze in Eindhoven op school zat, aan de Berlagelaan, werden Toos en Wil op een gegeven moment gebeld dat ze moesten komen, omdat ze Monique al een paar weken niet meer op school gezien hadden. Daar waren ze als ouders toch al boos over. En zeker ook omdat Monique elke ochtend welkeurig met haar boekentas zogenaamd naar school ging. Maar het schooljaar duurde daarna niet lang meer en in enkele weken heeft ze die opleiding uiteindelijk toch gehaald. Want ze kon het wel. Voordat we meer over haar zullen gaan vertellen, gaan we eerst luisteren naar muziek van Dana Winner. En dit nummer is speciaal uitgekozen door Beppi, die vandaag dus niet aanwezig is. Maar het liedje heet Tranen in mijn hart. Jouw weggaan het verwacht, mijn bestaan. Met tranen in mijn hart laat ik je vrij. Ik hou te veel van jou, dat ik je houden zal. Al is het nu voorbij en doet het afscheid. Toch wil ik dankbaar zijn om wat je was voor mij. Eenmaal in je leven, eenmaal maar in je bestaan, kom je iemand tegen die je hart laat overslaan. Mooie luchtkastelen, je bouwt ze bij de vleet. Samen alles delen deed je met het lief en met het leed. Met
verward mijn bestaan. Met tranen in mijn hart laat ik je vrij. Ik hou te veel van jou dat ik je houden zou, al is het nu voorbij. En doet het afscheid pijn, toch wil ik dankbaar zijn om wat je was voor mij. Eenmaal in je leven, eenmaal maar in je bestaan, zit het leven tegen, weet je dat het fout zal gaan. Veel te hete vuren, ze houden niet lang stand, blijven zelden duren, want ze raken zo gauw uitgebrand. Met tranen in mijn hart mag je gaan. Je was voor mij. Na een juridische secretaresseopleiding bij Schoevers in Eindhoven ging Monique bij een advocatenkantoor aan de slag in de Ten Hagenstraat in Eindhoven. Een paar jaar later maakte ze de overstap naar een kantoor hier in Geldrop. Ze kon enorm snel typen. Als een advocaat bijvoorbeeld zijn voice recorder had volgesproken, typte Monique het in een recordtempo uit, maar altijd in perfect Nederlands. Wil zij het, dat er af en toe geen rook uit het toetsenbord kwam, zo snel typte ze. Ze werkte complete slotpleidooien uit die voorgelezen werden in de rechtszaal. Monique was een enorme perfectionist, wat haar weliswaar zeer ten onrechte soms ook wel onzeker maakte. Monique is altijd heel dicht bij jullie blijven wonen, Toos en Wil. Een straat verderop eigenlijk. Als ze dan klaar was met werken, fietste ze via die straat altijd naar huis. De straat waar haar ouders woonden. En ze zwaaide altijd even naar binnen. Dit was vaak rond dezelfde tijd. Ja. Het geluid is weer hersteld. Ja, heb ik. Ook Roland was dus vaak in de cartoon met zijn eigen vrienden.
En hoewel jullie niet vaker samen op stap gingen, zijn jullie wel veel naar concerten geweest van bijvoorbeeld Robbie Williams en Coldplay. Daar ben je ook nog mee naartoe geweest, Will, in Nijmegen. Ook concerten van George Michael en Guus Meeuwis bezocht ze. Al zou ik me gezien het rijtje artiesten voor kunnen stellen dat die laatste vooral voor de gezelligheid was en niet zozeer alleen voor de muziek. Monique kon enorm genieten van een avondje uit eten. Ook dit deed ze het liefste gewoon binnen Gelderop. Bij een van de drie favoriete restaurants van haar. Ze had ook echt duidelijke voorkeuren. Zoals de carpaccio bij de Zwaan soms niet aan te slepen. En hetzelfde gold eigenlijk ook voor de kumquat bij Rodion. Waarvan eigenaar Costas vaak voor het gemak maar gewoon een fles bij haar op tafel zette. Graag zou ik het woord willen geven aan Jacqueline, de schoonzus van Monique. En zij zal mede namens haar schoonouders en Roland herinneringen aan Monique met ons delen. Lieve Monique, zoveel mooie en leuke herinneringen. Niet 1, 2 of 3, nee, je zou... wil ik je graag delen om die bijzondere momenten nog eens samen te herbeleven. Samen spelen met Roland ging vaak een tijdje goed, maar eindigde meestal in ruzie. Je wist dan erg goed de onschuld... Vroeger, op zondagmorgen, na de opa's en oma's, was vaste prik. Het was leuk om de diverse ooms en tantes te zien en om met de neefjes en nichtjes te spelen. Dit bleef trouwens maar leuk tot je een jaar of 14, 15 was. Toen was de lol er wel een beetje vanaf. Je genoot ervan om samen spelletjes te doen. Daar hebben we met z'n allen de nodige uurtjes aan besteed. Bij het kaartspel Vrouwenjagen ging het maar om een paar dubbeltjes per potje, maar elk dubbeltje telde. Met het groeien van de zogenaamde vrouwenpot groeide ook het fanatisme om deze binnen te slepen. Ook kolonisten van Catan hebben we regelmatig tot midden in de nacht, of moet ik zeggen 's morgens vroeg gespeeld. Tussendoor een beetje kletsen en met een hapje en een drankje erbij werd het al snel laat. Je had een kenmerkend en leuk gevoel voor humor. Op onze hyperactieve Bowie gepast. Die vond het fijn, want die werd al lekker verwend en hij mocht bij jou op de bank liggen. Iets wat hij thuis natuurlijk niet mocht. Zelfs fruitvliegjes zijn veilig bij jou. Toen er eens een fruitvliegje in je wijn was gevallen, werd die er voorzichtig uitgehaald, op een stukje keukenrol gelegd
En je begon zijn vleugeltjes droog te blazen, zodat hij weer weg kon vliegen. Je spoorde soms echt niet, hoor. Zo 25 jaar geleden heb je tijdens een vakantie in Salou in Spanje eens een klein pluche ezeltje gekocht. Om de een of andere reden waren jullie altijd zo onafscheidelijk. Hij is er nu zelfs ook bij. Roland had hem eerst had hem eens na een bezoek bij jou stiekem meegenomen. En je wist er niks van. Even later kreeg je een foto van hem met een dreigbrief. Je ezeltje was ontvoerd en alleen als er flink wat losgeld zou worden betaald, zou je je ezeltje nog levend terugzien. Volgens mij hebben we je niet eerder zo hard horen lachen van plezier. Je vond het ook supergezellig om uit eten te gaan. De Griek, de Italiaan en de Zwaan, het waren zo'n beetje de vaste plekken. Je was ook nooit flauw met fooi geven. Maar dat was ook wel eens punt van discussie. Moesten we bijvoorbeeld 87 euro afrekenen, dan zei Roland, we zullen er 90 euro van maken. Terwijl jij dan zei, nee, is dat niet wel weinig? Zullen we er maar gewoon 100 euro van maken? Meestal kwamen we dan ergens in het midden uit. Je was totaal niet materialistisch ingesteld en dat sierde je ook. Naast het feit dat je als een moeder voor Kelly en Jason was, was je ook de trotse tante van onze Ties. Jammer genoeg heeft hij niet de kans om je goed te leren kennen. Maar we zullen hem zeker vaak over je vertellen. Reken daar maar op. We hopen dat je daarboven ook een beetje op ons meisje Saar wil letten. En dan wordt je grootste angst ineens werkelijkheid. Je krijgt het bericht dat je ongeneeslijk ziek bent. De wereld stopt met draaien en de grond onder je verdwijnt. Onwerkelijk en onverteelbaar. Desondanks bleef je al die tijd positief en toekomstgericht. Jouw dapperheid en strijdlust heeft iedereen versteld doen staan tijdens de oneerlijke strijd die je helaas niet kon winnen. Jouw cynische gevoel voor humor hield je tot het laatste moment vol. Dat bleek wel ook al uit het t-shirt wat bij je bed hing met de tekst: Don't rush me, I'm waiting for the last minute. Typisch Monique. Lieve Monique, je bent de mooiste en liefste dochter, zus, schoonzus en tante die we maar konden wensen. We houden zielsveel van je en gaan je ontzettend missen. Dag Niekske. But you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be worse? Lights will thank you.
I will try to fix you. Zo zat Monique ook in elkaar, zo gaf je al aan, Ruud. Jullie leerden elkaar kennen via internet. En tegenwoordig denk je dan snel aan een datingsite of iets dergelijks. Maar jullie leerden elkaar kennen via Omerta, zo heet het spel. Toen ik ging googlen en keek naar de uitleg van Wikipedia, stond er... In dit spel speel je een gangster in de jaren 30. En door misdaden te begaan, stijgt de speler in rang. Het lijkt misschien niet meteen op de meest romantische omgeving om elkaar te leren kennen. Maar in de chatbox van het spel raakten jullie aan de praat. En jullie bleven contact houden. Het was 3 maart 2012 dat jullie elkaar voor het eerst zagen tijdens jullie eerste afspraken in Utrecht. Ruud woonde op dat moment nog in Haaksbergen. Maar toen Monique en haar toenmalige vriend uit elkaar waren, begonnen ze elkaar steeds vaker te zien. Voornamelijk in de weekenden. De afstand tussen Gelderop en Haaksbergen begon steeds meer in de weg te zitten. En ze besloot in 2013 om hier iets aan te gaan doen. Monique had best die kant op willen verhuizen, maar ze had een vaste baan en om die tijdens de economische crisis op te zeggen... leek jullie niet zo'n goed idee. Dus Ruud kwam naar Gelderop en trok bij haar in. Het klikte goed tussen de twee en Ruud is niet meer weggegaan. Dat lijkt allemaal heel positief. Maar Ruud kende een moeilijke periode. Hij zag de kinderen Kaylee en Jason op dat moment amper of niet. Het was zwaar. Maar in plaats van de makkelijke weg te bewandelen, koos Monique ervoor om Ruud uit de dal te trekken. Ze gaf zijn leven weer zin. Ze vocht mee voor de kinderen. Stelde brieven zelfs in het juridisch correct op en was Ruud zijn steun en toeverlaat. En niet zonder succes. Wat waren ze blij toen Kaylee en Jason bij ze konden komen wonen. En dat was wederzijds ook. Monique werd al snel tot een fantastische moeder. Monique ontpopte zich al snel tot een fantastische moeder, zoals de kinderen haar zelf noemden. Ruud begon ook beter in zijn vel te zitten. Ze genoten van elkaar. Maar ook van de aanwezigheid van Kaylee en Jason. En van kleine dingen, zoals samen naar de sterren kijken. Als Monique thuis kwam van haar werk, werd er standaard een portje ingeschonken. En voordat de dag doorgenomen werd of er eten op tafel kwam, moest eerst dat glaasje leeg. Monique vond het steeds fijner om lekker thuis te blijven 's avonds. Ze kwam zelfs amper nog bij de Griek. Of ja, jullie gingen er wel heen, maar dan namen jullie het eten mee naar huis. En de koemkwad zorgden jullie zelf al voor dan. Monique was ook dol op jullie huisdieren. U zag ze wellicht al ook op de kaart vernoemd staan. Doortje en Pip, dat waren de honden, dat was wel duidelijk. Het papegaaiensymbool bleek iets lastiger, dus voor de mensen die Romeo niet kennen,
Dat is de groene papegaai die we op de foto's al een paar keer voorbij hebben zien komen. Ruud en de kinderen werden daarnaast ook toegevoegd aan de groep voor de jaarlijkse hemelvaartweekenden van de familie Van Doren, die ik eerder al benoemde, waarbij dan van woensdag tot en met maandag gezellig samen bij wordt gepraat, een drankje wordt gedronken en er een balletje getrapt wordt met de kinderen. Veel foto's, net ook de foto bijvoorbeeld dat jullie met z'n allen aan tafel zaten, denk ik, hè? Komen van die weekenden en die zijn daar gemaakt. Hoewel Monique eigenlijk niet veel om vakanties gaf, genoot ze van deze weekenden wel zichtbaar. Verre vakanties zaten er sowieso niet in, want Monique stapte echt geen vliegtuig in. Ze is wel eens in Italië en in Spanje geweest, maar dan ging ze terecht met de auto of met de bus. Maar het liefst ging ze gewoon een dagje weg en sliep ze lekker 's avonds in haar eigen vertrouwde bed. Het was in 2015 toen de aarde onder jullie voeten weg leek te vagen. Er werd borstkanker geconstateerd bij Monique. En hoewel de behandelingen in het ziekenhuis in eerste instantie succesvol leken en Monique op leek te knappen, kwam de ziekte daarna in alle hevigheid terug. Op 15 juli vorig jaar kwam uiteindelijk het vreselijke nieuws. Ze was niet meer te genezen. En mogelijke behandelingen zouden haar leven hooguit iets verlengen. Maar Monique gaf niet op. Ze bleef altijd positief, hoewel haar lichaam steeds verder pas op de plaats moest maken voor de ziekte. Ze wilde er niks van weten. Als ik het weet, dan ga ik er naar leven, zei ze dan. Ze troostte anderen zelfs. En als ze zag dat ze het moeilijk hadden en als Toos het even niet had, zei ze: hey, kom op, ik ben er nog. Ze droeg t-shirtjes, zoals net al aangegeven werd door Jacqueline. Monique, haar grote wens was om ooit te trouwen met een geweldig feest. Door haar ziekte was dit helaas niet meer mogelijk. Ze trouwde met Ruud op 23 december vorig jaar in het bijzijn van de familie. Bijna dezelfde mensen als die hier nu aanwezig zijn. Alleen nu zijn haar peetoom en peetante er extra bij. De bruiloft vond plaats in het oude raadhuis in Mierlo. En aansluitend genoten ze van een overheerlijke lunch in de koffer in Mierlo. Met hetzelfde gezelschap als afsluiting. Op de foto's van deze dag blijkt wel hoe enorm zij en zeker ook Ruud genoten hebben hiervan. Het was toen al enorm vermoeiend voor haar, maar dat nam het plezier niet weg. Hoe positief en strijdbaar ze ook was, het einde begon steeds dichterbij te komen. Verschillende keren leek het al in zicht, maar krabbelde ze vervolgens toch weer op. Op wilskracht probeerde ze door te gaan, maar het was een onmogelijke opgave. Vorige week zaterdag, wat later in de avond, werd het stil. Heel stil. Thank you.
this way. Life is ours, we live in our way. Hold these words I don't just say, and nothing else matters. Trust I seek and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view. And nothing else matters. Never care for what they do. Never care for what they know. Never care for games they play.
zijn bijna aan het einde gekomen van dit afscheid van Monique. Van dit gedeelte in ieder geval. We hopen de mensen die meekijken via de livestream zo dadelijk ook nog even te zien wanneer we Monique naar het crematorium gaan begeleiden. En er een eerhaag voor Monique gevormd zal worden op de Zegge tussen Gelderop en Hezen. De rouwstoet zal daar over ongeveer 20 minuten, klein half uurtje, passeren. Voor de mensen die daar al zijn of er zo heen zullen gaan, wil ik ook om te zorgen dat het in de toekomst voor andere mensen ook mogelijk blijft, vragen om voldoende afstand van elkaar te houden. En zowel voor het passeren van de stoet, maar ook zeker naderhand. Om niet in groepjes bij elkaar te gaan staan, maar weer huiswaarts te keren. Dit is een verzoek wat ik moet doen namens de gemeente. Vrienden van Monique en Ruud zullen de rouwstoet zo dadelijk begeleiden door de eerhaag met een vrachtwagen. En zij zullen voor Monique, want dat wilden ze graag, af en toe ook even van zich laten horen. Monique is maandenlang intensief verzorgd door vooral Ruud en haar familie. Op het laatst werd het steeds zwaarder, bijna niet meer te doen. Maar jullie waren het er de afgelopen week al over eens. De liefde voor Monique en vooral ook het feit dat ze zelf tot op het laatst zo optimistisch bleef, grapjes bleef maken, in alles het goede bleef zien en zeker ook door de dankbaarheid die ze bleef uiten naar iedereen die haar dierbaar was, hebben jullie het toch gedaan. Daarnaast heeft de zorg en betrokkenheid, het fijne meedenken en de geweldige steun van huisarts Dr. Abe, met prima ondersteuning van de buurtzorg, het voor zowel Monique als voor de familie zeker draaglijker gemaakt. Namens Ruud, Kaylee en Jason, Will en Toos en de rest van de familie zeker oprecht dank hiervoor. Daarnaast mag ik iedereen bedanken voor de kaarten, medeleven via WhatsApp, sociale media of de memoriepagina van Monique, de prachtige bloemen en het meebeleven van het afscheid via de livestream. Het is fijn om te weten dat er zoveel mensen meeleven. En dan is het, zoals ik net al aangaf, de laatste tijd om de laatste stap te gaan zetten in het afscheid. We gaan Monique naar het crematorium begeleiden. Tijdens het volgende muziekstuk brengen we haar naar de rouwauto. En zullen over 20 minuten ongeveer dus naar Hezen vertrekken. Het overlijden van Monique doet enorm pijn en ze zal vreselijk gemist gaan worden. Maar het glas van Monique was half vol en dat werd vandaag ook al duidelijk. Misschien is het nu nog veel te vroeg hiervoor, omdat het lijkt alsof de aarde stilstaat en je van verdriet niks meer uit je handen krijgt. Maar ik wens jullie toe dat jullie dat binnen afzienbare tijd toch ook weer, ja, dat jullie ook weer de kleine mooie dingen van het leven, dat jullie ervan kunnen genieten. En laat Monique daar een voorbeeld van in zijn. Ik wens jullie daar in ieder geval heel veel sterkte bij. En sluit dit afscheid met een gedicht dat ik namens Ruud mag delen. Met de rug tegen de muur, in totale machteloosheid, kijk ik naar jouw laatste uren, naar het einde van jouw strijd. Mijn hart voelt reeds de diepe wanhoop. Een passende oplossing is er niet. Enkel maar de donkere ruimte voor opgekropt en stil verdriet. De laatste dagen tikken langzaam. Het afscheid komt steeds dichterbij. Ik kan het bijna niet verdragen dat je weggenomen wordt van mij. Geluk is maar een kortstondig plaatje dat je achteraf pas waardeert. De weg met gemis en tranen zal nooit worden geaccepteerd. Dit is zo ontzettend moeilijk, maar ik zal gaan met moed en kracht, met vele fijne herinneringen die jij ons allen hebt gebracht. Thank you.
Cheers to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones that today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories, bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost. And I felt all of the hatred was too powerful to stop. Now my heart feels like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. To the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. Do-do-do-do-do.